Right. Oké. Ik denk dat we zo wel kunnen beginnen. Muziek uit. Top. Oké, fijn dat iedereen weer even zijn, ongeveer 3 kwartier de tijd neemt om naar ons te luisteren. We gaan gewoon weer echt ons best doen om jullie zoveel mogelijk bij te leren. Vanavond gaan we het dus eerst hebben. Sowieso voor de nieuwe is het heel interessant. Voor de nieuwe mensen die net begonnen zijn met traden. We gaan het hebben over hoe je TradingView, hoe je dat allemaal klaarzet. Zodat je de loor in kan traden. Zodat alles gewoon goed staat en dat je alle tools gewoon kan gebruiken zoals we ze horen te gebruiken. Daarna gaan we het hebben over een volgende entry. Zeg maar, we hebben nu eigenlijk alleen nog gehad over Basic DeLorean. Nu gaan we onze tweede entry leren. Lijkt superveel op Basic DeLorean. In principe alle stappen zijn precies hetzelfde, maar dit is countertrend. Dus ik had al eerder in de bootcamp aangegeven, eigenlijk 90% van de tijd gaan we met de trend meetraden. En dit zijn dus de type trades die we countertrend gaan nemen. Nou, voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Ruben, ik ben 19 jaar oud. Ik zit nu ongeveer 6 maanden in deze business. Ik ben ongeveer 6 maanden aan het traden. Op het begin eigenlijk superveel gefocust op het traden gelijk. En dat ging eigenlijk best wel goed gelijk al. Voor mij is dat natuurlijk wel leuk, maar ik krijg er niet altijd superveel. Ja, ik krijg er wel voldoening uit, maar ik krijg er pas echt voldoening uit als ik andere mensen kan helpen. En als mensen naar mij toe komen van, yo, thanks dat je me dit hebt uitgelegd, of thanks, nu snap ik het. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden van waarom deze call geven. In ieder geval wat de reden is dat ik deze call geef. Ik weet dat Sam sowieso hetzelfde daarin zat als ik. Maar ja, dat is even een korte introductie voor als je mij nog niet kende. Nu geef ik het woord aan Yes. Sam. Ik eigenlijk een beetje like Ruben. Ik ben nu bijna 6 maanden bezig. Van de dag 1 ook de DeLorean gedaan. Was direct ook verkocht. Heb ook andere strategieën bekeken, maar de DeLorean lag me altijd ietsje meer. En ik doe dit echt super graag. Dus het begon met Ruben en ik die gewoon 1 keer een call gingen doen. En nu zoveel calls later, ja. Ik vind het gewoon fantastisch. Ook als ik zie de progress dat sommige van jullie maken, of zelfs de meeste van jullie maken, dat is echt gewoon immens. En dat maakt me echt fucking happy, om het zo te zeggen. Alright, maar kijk, vanavond gaan we dan beginnen met TradingView. Maar voordat we beginnen, omdat ik zeker wil zijn dat niemand van jullie gaat lieven. Wie heeft er vandaag GBP/AUD getraded met Tyrone? Drop eens in de chat. Gewoon eens weten. Vandaag was het, als je niet weet waar we het over hebben, maakt niet uit. Yes. Alright, maar kijk, als je gewoon Tyrone zijn live sessie hebt gevolgd, dat was eigenlijk een trade waar we het vanavond over gaan hebben ook. Dat was een standaard DeLorean, maar tegen de trend in. En dat is niet uitzonderlijk dat het gaat zoals het toen is gegaan. Als je niet weet waar het over gaat, we gaan straks ook sowieso die trade overlopen van vandaag. Alright. Maar eigenlijk wat ik nu ga willen doen, of wat ik nu ga doen, is gewoon, ik heb een TradingView-account aangemaakt. En werkelijk nog niks ingesteld. Nog niks hier is anders aan. Dit is gewoon als je een TradingView-account aanmaakt, gaat het er zo uitzien. En vanavond wat ik eigenlijk met jullie wil doen, is ik ga om te beginnen gaan we de instellingen een beetje aanpassen in TradingView. Gaan we een paar dingetjes wijzigen om het nicer te laten uitzien. En dan ga ik ook een beetje tonen, heel basic, hoe dat je dit gebruikt. Want eigenlijk tot nu toe hebben we, dus tot en met part 4 van de bootcamp, altijd hier onze analyses gedaan. Maar we gaan eigenlijk in realiteit gaan we dat nooit doen. Of allez, het is toch niet de bedoeling dat we het doen. Waarom? Tot nu toe is het DeLorean-platform. Ja, je ziet hier, die candles zitten naast elkaar. Allez, het glitcht vaak een beetje. Het is niet de beste plek om je analyses op te doen. Dus dat is allemaal op TradingView te doen. Maar we gaan vanavond dus eerst onze TradingView in orde zetten en dan tonen hoe dat je precies te werk gaat. Alright. Ik heb hier ook een cheat sheet naast me zitten, dat ik zeker niks vergeet voor vanavond, als je naar links ziet kijken. Alright, dus het eerste wat echt belangrijk is dat je een TradingView account aanmaakt. Ja, dus een account aanmaken kan je hier doen. Ik heb hier ja, tijdelijk, maar een vlug accountje. Dat is belangrijk, dan kan je alles opslaan. Als je vandaag een analyse doet en je opent morgen opnieuw TradingView, dan staat er nog altijd zoals het was. Dus het is echt belangrijk dat je de accountje gewoon aanmaakt. Eenmaal dat je account hebt aangemaakt, log je in. En dan ga je normaal gezien identiek dit zien. Met hier aan de linkerkant nog een paar symbolen. Ja, ik heb die nu al weggedaan. En dat is heel je basic trading view. Alright. Dus het eerste wat we gaan doen is hier linksboven. Dus je moet niet volgen vanavond met je trading view.
Dit deel kan je achteraf ook met je recording, de recording op YouTube herbekijken. Omdat ik ga redelijk vlug gaan over de dingen, omdat ik niet te lang wil blijven plakken hierbij. Dus hier moet je maar achteraf dan op YouTube ook de recording van kijken. Of als je nu de recording aan het kijken bent, zet je maar gewoon op pauze als je, om even wat instellingen te wijzigen. En als even iets niet duidelijk is, voor de mensen die live aan het kijken zijn, mag altijd in de chat het gedropt worden. Alright. Dus het eerste wat we gaan doen, is hier het volume gaan we wegdoen. Dus niets dat we gebruiken voor DeLorean. Dus het kan interessant zijn, maar zorgt alleen maar voor extra chaos. Dan gaan we hier aan de rechterkant, gaan we hier op Clear List klikken. Do you really want to clear all symbols? Yes. En dan gaat het er zo uitzien. Op die manier kunnen we hier, kunnen we dit zo goed mogelijk gebruiken, dat vanaf dat er een setup op de DeLorean binnenkomt, kunnen we direct naar hier gaan. Dus we zien voor het OutCHF 3 minuten geleden. We gaan naar hier en direct kunnen we hier aan de rechterkant op OutCHF klikken. En we zijn er direct, zonder dat we het moeten opzoeken. Dus we gaan hier dan alles instellen. En dan ga ik even mijn ander scherm delen. Daar heb ik al klaarstaan. Voilà. Als je live aan het kijken bent, neem even een foto met je gsm van de rechterkant van deze lijst. En anders, de recording zet even op pauze. Dit zijn alle pairs, al de basic DeLorean pairs waar dat we DeLorean op gaan traden. Dus dit zijn echt gewoon, volgens mij zijn het er 31, plus dan nog goud onderaan en US 30. Hier kan je eventueel kan je nog 2 aan toevoegen, niet dat het per se hoeft, maar dat is SPX 500 USD en US Oil. Ja, SPX en US 30 is niet per se dat je in het begin al gaat traden, maar het kan er geen kwaad om dan die lijst te hebben. Dus dat je gewoon dan, dat je toevoegt. Alright, ik ga nu terug naar mijn ander scherm gaan, dus als je geen foto genomen hebt, geen probleem, kijk aan de recording. Alright. Dus dan hier aan de rechterkant terug op plus. Je typt dan gewoon je pair out USD, je drukt op enter, je doet je volgende IUD cut, je drukt op enter, IUD CHF, ik doe maar. Hè. Dus zo op die manier, als je gewoon telkens op enter klikt, dan gaan hier gewoon die aangevuld worden. Dus dan heb je die allemaal gewoon klaarstaan. Alright. Next gaan we de verschillende IMA's toevoegen. Dus de verschillende indicators die we gebruiken. Dus het zijn er 3 die we gebruiken voor DeLorean. 2 echt specifiek voor DeLorean zelf. En dan 1 is zeg maar extra als je vectors treedt of als je shifts treedt. Dus wat je gaat doen is, je klikt hierboven op die F en X, dat staat voor indicators. Dan ga je DeLorean opzoeken. Dan ga je eigenlijk klikken op DeLorean IMA's, dat is de eerste. En DeLorean Helper, dus van Eldin Diddick en Mr. Twan Don. En je kan ook eventueel die sterretje aan toevoegen, dan staan ze in je favorites. En dan de laatste is TDI. Dan ga je zoeken naar, moet ik zelf kijken, hier. TDI van Jay Donovan. Jay Donovan TDI. Voeg je ook toe aan je favorites, je klikt erop. En dan heb je 3 indicators. De DeLorean IMA is voor de lijnen, de 5 IMA's. Dan de DeLorean Helper gaan we gebruiken voor de pijltjes hier. Dat is voor de shift candle aan te duiden. Dus de groene en de rode pijl duiden de shift candle aan. Oké. Dan gaan we, als je op de 15 minuten gaat, normaal zien. Ah nee, oké. Ziet er allemaal goed uit. Oké, top. Dus dat zijn de 2. En dan bij TDI hier onderaan, die gebruiken we dan voor, die groene lijn is eigenlijk de RSI. Dus, even in de chat. En dat is eigenlijk, die groene lijn is eigenlijk de paarse lijn op je DeLorean, in de DeLorean platform. Right, dat is die groene lijn. En dan verder de TDI gaan we later in de bootcamp ook nog bespreken hoe dat je dit gebruikt. Heb je nog niet leren werken met de TDI, kan je eventueel TDI wegdoen. Dan kan je intypen RSI. Dat is de Relative Strength Index. En dan ga je gewoon identiek hetzelfde hebben als dat je hier hebt. Alright. Als er daar al vragen over zijn, stop gerust iets in de chat. Het volgende is, even kijken. Ah ja, dit vind ik
dit is geen must. Dus vanaf nu gaan er ook heel veel settings zijn die ik persoonlijk doe. Die andere mensen, die bijvoorbeeld zelfs Ruben, ik weet dat Ruben het graag wit heeft als achtergrond. Sommige mensen hebben het graag grijs. Maar wat ik persoonlijk graag doe, voor het comfort van mijn eigen ogen, als ik vroeg in de ochtend of laat in de avond op de charts ben, of zelfs overdag. Ik ga hier linksboven klikken. En dan ga ik gaan naar Dark Color Theme. Die ga ik aanzetten. Dan gaat je Trading Viewer zo uitzien. Like, I don't know about you, maar ik vind dit toch wel pak beter. Dan ga je even naar ander pair. Dus op die manier, ja, dan is de achtergrond gewoon zwart. Het is weer rustig op je ogen. Persoonlijk vind ik dat de TDI ook duidelijker is. De gele IMA zie je ook heel veel duidelijker. Dus dit is geen must, maar dit vind ik wel best handig. Eén ding dat ik vergeten was, bij de DeLorean Helper zie je hier die gele box. Die is handig als je vectors treedt. Voor degene die niet weet wat het is, vectors, gaan we ook nog over praten. En als je het wel gebruikt, kan het handig zijn. Maar als je het niet gebruikt, kan het zeer handig zijn om hier naar DeLorean Helper te gaan. Klik je even op dat tandwiel. En dan, eens kijken, bij inputs, klik je, ga je hier naar Disable. Disable. Ja, dus die derde zet je op Disable. Dan gaat het er veel beter uitzien. Dan heb je gewoon je Asian range. En dat is best wel handig. Ja, die DeLorean Helper, als je nog niet weet wat vectors is, hoef je die zelfs eigenlijk niet toe te voegen. Bedenk me nu net, het is misschien iets te verwarrend, maakt het allemaal wat chaotisch. Alright. Dan, ik weet dat dit heel saai is, maar je wilt echt wel blijven voor de BTS straks, de Counter Trend DeLorean. En als we hier vlug door zijn, dan zijn we er ook vanaf. Nu, ik eerst even het tweede scherm terug. Un momento. En nu even door alle settings gaan die ik persoonlijk gebruik. Dit is ook weer al persoonlijke voorkeur, maar dat kan wel echt handig zijn. Veel dingen die ik heb geleerd van andere mensen, om aan te duiden, pas heel laat. Een paar weken terug, die ik best wel handig vind. Dus we gaan gewoon één voor één deze keer vlug overlopen. Dus op zich, like, nu ziet je TradingView er eigenlijk al bijna perfect uit. Ik ga straks ook een beetje uitleggen hoe dat je die allemaal gebruikt, de verschillende drawing tools en ook een paar shortcuts die ik gebruik en dat ik weet ook Ruben en andere mensen ook nog gebruiken, die echt best wel handig zijn en je tijd gaan besparen. Maar ik ga eerst hier vlug over deze settings gaan. Dus voor de candles zelf, dat is persoonlijke voorkeur. Ik weet dat sommige mensen niet graag de groene candles voor een uptrend en dan rood voor down candles. Dus dit kan je hier aanpassen. Ik ga je niet te veel aan toevoegen. Like, persoonlijk ziet mijn settings er zo uit. Dus dan zijn mijn candles groen en rood, mijn borders zijn groen en rood en mijn wicks zijn wit. Zo doe ik het. Jullie zien maar wat jullie het ook het mooiste vinden. Ik kan ook blauw en wit bijvoorbeeld gebruiken. Dan voor de rest kan je hier eigenlijk alles laten staan. Ah, juist onderaan time zone. Doe je even je eigen tijd, dus onze tijd, plus in Brussels, of ja, Amsterdam. Ik zal Amsterdam doen voor de meeste hier. Dus hetzelfde, dus gewoon UTC plus 1. Op die manier gaat de tijd altijd kloppen. Dus dan hier onderaan, normaal gezien, zou de tijd hetzelfde moeten zijn als dat het nu is. Dan zie je ook echt gewoon precies wat het is. Nou, verder settings. Dus dat is voor de symbols op zich. Dit is alles. Boven heb ik zeg maar mijn eigen chart. Dus ik ben aan het vergelijken met mezelf. Zo heb ik het. Ja, Ruben, als jij trouwens iets ziet dat je anders doet, mag je altijd onderbreken natuurlijk. Dan zijn je met twee. Yes. Status line. Volgens mij kan alles hier blijven. Persoonlijk doe ik dit hier uit. Dat is gewoon dat groene bolletje hier. Alles wat niet nodig is, doe ik weg. Dat is echt gewoon of de markt open is of niet. Misschien kan je het laten staan. Ik zal het laten staan. Dat kan wel handig zijn. Als het bolletje groen is, wat zijn dat de markt open is. Als hij grijs is, is de markt dicht. Dan die OHLC values. Die laat ik aan. Wat dat eigenlijk is de open, de high, de low en de close. Vind ik best handig. Dat is als je sequence treedt. Waarom dat die handig zijn, gaan we denk ik volgende week of de week erop uitleggen. Maar die kan je echt wel laten aanstaan. Bar change values. Ja, die zet ik af. Dat is dit hier. Ik heb nergens voor nodig op zich.
Dan indicator titles ook aan. Indicator values. Ja, ik weet dat Ruben die aan heeft staan. Ik doe die zelf uit. Dus zeg maar gewoon hier, dus dingen die hier zit. Ja, ik gebruik die niet, dus ik doe dat uit. Die indicator values disable. En dan de background. Ik weet niet wat dit is. Well, mag je ook gewoon aan laten staan of uit. Scales. Volgens mij moest hier niks veranderen. Ben je aan het kijken? Nope, ik denk dat... Nee, scales is perfect zoals het is. Dan appearance. Dat is weer al opnieuw persoonlijk. Oh, zie even in de chat. Gebruiken jullie die rode lijn op de TDI? Goeie vraag. Eigenlijk niet. Ik weet dat Tyrone die gebruikt, maar hij heeft al gezegd van ja, de TDI, je hebt die rode lijn, dat is zogezegd blood in the water. Hij heeft in zijn favorites. Maar kijk, voor jou, Teun, je hebt gelijk. Eigenlijk, we gebruiken die niet. Of ik gebruik die persoonlijk niet, dus kan je perfect ook uitzetten. Maakt je TDI ook al meer overzichtelijk? Goeie vraag trouwens. Met de Lorne Helper kun je toch ook de IMA's zien? Volgens mij wel. Ja, je hebt gelijk. De Lorne Helper toont ook de IMA's. Maar soms zet ik die graag uit. Want kijk, nu staat die aan en heb ik de A-range. Maar vaak doe ik die graag uit om die A-range weg te doen. Dan heb ik wel nog graag dat mijn IMA's er staan. Dan heb ik zeg maar die DeLorean IMA als backup. Kind of. Voor mijn DeLorean help als ik die afzet. Yes, oké, top. Dus hier de appearance settings, redelijk persoonlijk. Hoe dat ik het nu ga doen, is gewoon hoe dat ik het doe. Dus verder zie je zelf maar wat je het mooiste vindt. Ik zet dit op solid. En dan de kleur van background doe ik de niet volledig zwart. Dat is ietsje te donker. Doe ik gewoon deze. En dan verder doe ik mijn vertical grid lines zet ik gewoon op 0. Dus dat zijn die verticale en horizontale boxlijntjes. Opnieuw, ja, ik ben iemand die graag... Ik heb het altijd super graag gewoon clean. Hoe cleaner, hoe mooier, beter vind ik. Dus zet ik gewoon op 0. Dan zie je die lijnen niet meer. Ook weer voorkeur. Session break zet ik heel graag aan. Waarom? Kijk, als je hier even uitzoomt, dan zie je de onderscheiding tussen elke dag. Dus dan kan ik zo makkelijk zien van, oké, op die dag, wanneer was 2 februari, is de markt gedaald. De markt heeft dit gedaan. Sorry. Wat ik wel doe, is ik zet gewoon de opacity hier onderaan, zet ik gewoon op 30. Anders vind ik het een beetje te fel. Kijk, dus op die manier, het valt helemaal niet op, het stoort niet echt. Maar je ziet wel onderscheid tussen de verschillende dagen. Right. Verder, eens kijken. Scales text, ja, doet er niet zoveel toe. Nee, ik denk de rest is allemaal goed. Top margin, ja, maar de rest mag je gewoon laten staan. Dan onder trading. Volgens mij gaat hier ook niet veel veranderen. Nee, trading is goed. En events mag je ook gewoon, denk ik, alles laten staan. Ah, dit zet ik ook af, juist. Economic events on chart. Misschien heb je het al gezien, maar soms zijn hier zo onderaan vlaggetjes. Zo van verschillende landen, zo vlaggetjes met cijfertje naast. Ja, we gebruiken die niet echt, dus zeg maar voor economic events aan te duiden. Want daar gebruiken we Forex Factory voor. Dus ik zet die gewoon af. Is gewoon alleen maar extra chaos. Voilà, dit is eigenlijk het saaiste gedeelte. De settings instellen. Je moet maar later terug op YouTube kijken. En een foto's van nemen of op pauze zetten. Dan druk je gewoon op oké. En dan ziet het er zo uit. Kijk, als je dit vergelijkt met waar het van komt. Persoonlijk vind ik het toch wel al een pak mooier uitzien. Uiteraard, je watchlist ziet dan ook compleet uit. Met alle pairs die je gebruikt. Als je eenmaal de betalende trading view zou nemen later, kan ik echt wel aanraden om verschillende lijsten te maken. Want een watchlist, vaak gaat TradingView om een of andere reden daar zelf pairs aan toevoegen. Wat ik een beetje absurd vind en ook gewoon wat dwaas, maar ja, bon. Maar voor nu is het goed. Oké. Nog een laatste setting die zeer handig kan zijn, is als je hier linksboven heb je de Euro-USD staan. Als je daarnaast klikt op die 15 minuten, om dan bij de 1 minuut, de 5 minuut, 15 minuten, 30 minuten, 1 uur, 4 uur, day, week,
Ah, laten we maand ook doen. Dat is ook wel interessant soms. Die zet je gewoon allemaal een sterretje bij. En op die manier heb je die gewoon hierboven staan. Op volgorde van timeframe natuurlijk. Dat is best handig. Dan moet je gewoon maar doorklikken in plaats van elke keer twee keer te klikken. Dus ja. Oh, hier is een chat. Voor een gratis versie kan je sections maken. Zegt een sections. Oh ja, ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Ja, dus dit is ook heel handig. Stel bijvoorbeeld, je kijkt naar verschillende redenen. Bijvoorbeeld, je hebt een pair. Je wilt pairs als vectors ben je aan het kijken. En een ander pair ben je aan het kijken voor een vierde DeLorean. Een ander pair ben je aan het kijken voor sequence. Dan kan je zeg maar toevoegen. Vectors, je typt iets. En in plaats van op iets te klikken, ga je gewoon enter drukken. Als je enter drukt, of bijvoorbeeld DeLorean. DeLorean, ja, er is niks dat matcht met DeLorean. Maar druk je gewoon op enter. Dan gaat hieronder DeLorean toevoegen. Dus dan kan je dat zeg maar zo doen. En dan zeg je, oké, out-CHF is een vector aan het vormen. Ik zet die even onder mijn vectors. Oh, out-USD is een DeLorean aan het vormen. Zet hem even hier. Het is geen must. Zeker in het begin hoef je daar echt niet aan te kijken. Zeker als je gewoon Hyperdrive DeLorean treedt, is dat niet echt interessant, maar kan wel handig zijn. Ja, shout-out naar Teun. Let's go, Teun. Oké. Next, dit is eigenlijk een tip dat ik in het begin helemaal niet wist. Zelfs Patrick, volgens mij, Patrick Kenny, de DeLorean Educator, volgens mij weet hij dit zelfs niet. Want hij klikt elke keer als hij iets een pair wil opzoeken, gaat hij altijd naar hier, klikt hij op EURUSD of op het pair dat hier staat, en dan typt hij het pair dat hij wilt zoeken. Het kan wel zeer veel gemakkelijker. Als je gewoon op een pair zit, eigenlijk, voor sommigen jullie gaan denken van, tuurlijk, iedereen weet dat toch, maar ik wist het niet voor de eerste 2 maanden. Als je gewoon op je chart bent, kan je gewoon beginnen typen. Als je gewoon typt, zonder hierop te klikken, maar gewoon typt, dan kan je zo je pair opzoeken. En als je op enter drukt, dan zoekt hij je pair op. Dat is gewoon weer iets om een beetje tijd te besparen. Dan je timeframes. Ja, hierboven heb je al besproken. Heb je verschillende timeframes. Dus dat wil zeggen, 15 minuten wil zeggen, elke candle is 15 minuten. En dan nog iets handig dat kan zijn, is als je zegt van, oké, ik wil op de 15 minuten timeframe zien hoe de markt er de laatste maand heeft uitgezien, dan ga je hieronder, klik je op 1 maand, 1M, 1 maand. En dan zie je zo eigenlijk, alles wat hij nu toont, van links naar rechts, is eigenlijk 1 maand. Als je dan gaat naar 1 uur candles, dan zie je 1 maand op de 1 uur timeframe. Dus ook maar een extra iets handigs. Alright. Hier rechtsboven, ja, nu zit ik op mijn laptop, dus even druk je op dat pijltje. Als je hierop klikt, stel dat we ooit vragen van, hey, kan je eens je setup sturen? Als wij vragen aan jou, of als iemand vraagt van, ja, stuur eens je setup, of je hebt iets gedaan in de markt, of een trade genomen, en je wilt het delen met anderen, is de beste manier om dat te doen, klik je even hierop, op dat fototoestel, dan zie je hier een link droppen, en dan druk je op copy, dan heb je copy to clipboard, en dan als je ergens paste doet, dan heb je die link, zeg maar. Oké. De chat. Gaat ook met cijfers om zo naar minuten timeframes te kijken. Ja. Om zo naar de minuten timeframe. Ja, ik snap niet echt wat je bedoelt. Normaal niet. Druk maar, nee, druk maar gewoon op 5. En enter. Ah, zo, ja. Ja, tuurlijk. Dan ga je naar 5 minuten. Ja. Ik ga eerlijk zijn, thanks aan... wie was het hier? En Gilles, ik weet dat, omdat ik dat vaak per ongeluk doe, dat ik zo 5 doe, maar, terwijl dat niet de bedoeling was. Maar ik ga eerlijk zijn, ik gebruik dat nooit. Ik klik meestal gewoon hier, omdat het toch al zo gemakkelijk is om hierboven te klikken. Maar het is een goede opmerking, het is echt wel handig soms. Ja, nu hier aan de linkerkant heb je zeg maar de verschillende symbooltjes die je kan gebruiken. Hier zijn heel veel dingen die je kan gebruiken, heel veel dingen die je ook niet gebruiken, die je waarschijnlijk ook nooit gaat gebruiken. Dit moet je maar op je eigen ontdekken. Soms wel leuk voor als je een setup wilt uittekenen. Wat ik wel heel handig vind, is dit hier zeg maar, zijn je drawing tools dus om te tekenen. Hier heb je dan je long position en je short position. Als je die hier even zet, en dan is het net hetzelfde als in DeLorean zelf. Wat ik wel handig vind, is hier aan de linkerkant heb je een measure tool. En als je wilt kijken van, oké, deze move hier bijvoorbeeld, van hierboven tot hier, hoeveel pips was dat? Of bijvoorbeeld, iemand zegt van ja, ik heb die move gepakt, ik wil kijken hoeveel pips. Pak je even gewoon die measure tool aan de linkerkant. Dan kan je hier gewoon van boven naar onder meten.
Dan zie je hier 28,5 pips. En je ziet ook, dat was 53 bars van 15 minuten, 43 maal 15. En deze move was 10 uur, hoe was het? 10 uur en 45 minuten, of 11 uur 15 minuten. Vind ik ook handig als ik bijvoorbeeld in een positie ben geënterd. Ik ga je maar iets doen, hè. Ik ben hier in positie geënterd. Hij heeft eindelijk mijn TP gehit en ik was van, wauw, hoe lang heb ik daar eigenlijk ingezeten? Dan ga je gewoon even van hier totdat hij je TP heeft gehit en dan zie je, 10 uur, bijvoorbeeld. Dus het is best wel handig. Dan die plus hier aan de linkerkant is gewoon om in te zoomen. Dan kan je zo in de tekst iets aanduiden, dan zoom je hierin. Hier minstens om uit te zoomen. Als je een trendlijn wilt tekenen, als je tekent een trendlijn, en je wilt die blijvende trendlijn tekenen, kan je hier op dat symbooltje linksonder klikken. Stay in drawing mode. Dan klik je gewoon hierop. En dan kan je blijven trendlines tekenen. Probeer die dan wel niet uit te zetten. En om alles te verwijderen wat op je chart staat, klik je gewoon hierop. Ja, natuurlijk. Oké. Right, dan gaat dat bijna rond zijn. Kijk, veel is er niet aan TradingView. TradingView, het is redelijk simpel. Maar als je echt helemaal in het begin, echt begin begint, dus het kan best wel moeilijk lijken om te gebruiken. Ik weet Matthias dat het ook wel best moeilijk zit. Maar ja, TradingView is super ingewikkeld. Ik had net hetzelfde. In het begin was ik van, wow, maar eigenlijk is best wel simpel. Als je bijvoorbeeld je hebt hier al je pairs staan. En je bent van, oké, ik ben dit in de gaten aan het houden. Dus de ene manier had ik het net al getoond, dat je hier zeg maar vectors aan toevoegt. Vectors of iets anders. Maar wat ik eigenlijk de beste manier vind, is om hier aan de linkerkant kan je een folder aanduiden. Als je de gratis versie hebt, kan je enkel rode folder doen. Dus kan je maar één kleur aanduiden. Maar dat is bijvoorbeeld als je in een trade zit. Bijvoorbeeld, ik zit in een trade op AUD-USD, EURUSD. Want we weten waar nooit op meerdere AUD-pairs tegelijk zitten. Dan duid je die gewoon aan. En dan kan je op een makkelijke manier door hierboven te klikken naar redlist te gaan. Kan je zien van, oké, dit zijn al mijn pairs dat ik op dit moment in zit. Dit zijn al mijn vectors. Maak je gewoon maar iets zelf van. Measure kan je ook met shift-click doen. Yes, bespaar ook tijd. Je hebt het alvast supergoed uitgelegd. Thanks, Matthias. Kijk, maar Charlie heeft al een goed punt aangehaald. Je kan shift en dan klikken. Kijk, ik weet al iets dat ik zo... Daarom vind ik dit nice. Snap je? Ik leer continu van mensen. Ik heb bijvoorbeeld van TJ, hij is hier denk ik niet vanavond, maar TJ heeft mij geleerd wat die O, H, L en C betekende. Heel basic, maar wist ik niet. Alright, maar shift-click. Nice. Wist ik zelfs niet. Maar dit heeft mij op... Thanks Charlie om dat te zeggen. Want nu gaan we naar het volgende. Het allerlaatste. Ik ga dit even kopiëren. Hier. Trek hier maar een foto van mijn gsm. Dit zijn alle shortcuts die ik gebruik. En weet je, we gaan gewoon shift-click aan toevoegen. Shift. Plus. Click. Equals. Measure. To. Thanks Charlie. Voilà. Voor Windows en Mac is het ietsje anders, maar het is redelijk gelijk. Dit zijn shortcuts. Als je die gewoon even vlug leert, is het echt, maakt het zoveel makkelijker voor jou om iets te tekenen, om een analyse te doen, om je layout op te slaan. Wat heb je nog om iets terug te keren? Als je een fout hebt gemaakt, dat je kan terugkeren. Een horizontale lijn, verticale lijn. Snapshot, dat wil zeggen eigenlijk, snapshot is als je option S, op Mac dan, Dan doet hij gewoon direct die link kopiëren voor jou. In plaats van dat je hierop klikt. Het zijn heel kleine dingen, maar zeker als je veel trade en als je over lange termijn kan dit echt wel handig zijn. Dus neem er nu een foto van of heb gekeken op YouTube. En dan is denk ik nog één iets. Dat is gewoon eigenlijk hier aan de rechterkant, als je wil weten van bijvoorbeeld... Oh, kijk. Ik zie het er nu. Je ziet dat een DeLorean is gecalled. Hier op OutCHF. Dat is een DeLorean gecalled. En we weten allemaal, je hebt maar, zeg maar, één candle de tijd om te enteren op die DeLorean. Alright? Dus als we op de 15 minuten zitten, wil dat zeggen, we doen alsof dat die candle hier niet bestaat, je hebt 15 minuten de tijd om te enteren. En je bent bezig op je gsm, je bent je loodstrijd aan het brengen, met alles aan het doen, maar je bent van, die tijd mag niet om zijn. Hier aan de rechterkant, die timer die hier staat, is een timer van hoe lang het nog duurt tot die candle closed, tot de volgende candle begint. Dus op de 5 minuten gaat dat nooit meer zijn dan 5 minuten. Op de 1 minuut gaat het gaan over seconden. Dat is best wel handig.
Ook dan weet je bijvoorbeeld, stel dat je hier geënteld bent. Natuurlijk, we weten allemaal dat dit niet valid is. Zeg maar even in de chat, waarom is deze DeLorean trade niet valid? Voor de mensen die al de vorige bootcamps gekeken hebben. Waarom is deze niet valid? Het zou redelijk duidelijk moeten zijn. Voilà. Location. Aqua to close above. We willen dat de aqua onder ons zit in een buy. En niet boven ons, want nu is het een muur. Aqua is er boven en moet eronder zijn. Voilà, precies. Alright. Jullie zijn wakker. Jullie zijn nog wakker. Jullie zijn niet in slaap gevallen. Nice. Voilà, dit is basic trading view setup. Heb je nog vragen, stuur Ruben of stuur mij. Dan antwoorden ze daar zeker op. Maar like, als je dit herbekijkt op YouTube en je zet gewoon telkens op pauze, de trading view gaat er fine uitzien. Alright, Ruben. Alright. Iedereen drop even eentjes in de chat. Ik weet voor de meesten was dit al duidelijk, maar het is echt super handig gewoon voor de mensen die dat later terugkijken, dat ze gewoon gelijk de setup voor trading view klaar hebben staan. In ieder geval, nu kunnen we beginnen. Ja, sowieso thanks Sam dat je het wil uitleggen. Nu kunnen we dus beginnen met onze volgende entry met DeLorean. Ik had het net dus even kort over. Het gaat dus over countertrend traden. En ik vind het leuk om hier vanavond over te spreken, want ik weet niet waarom, maar gewoon dit soort trades bij mij gaan die best wel vaak gewoon goed. Ik ben er misschien ook best wel gewoon streng op van wanneer ik ze neem of niet, maar gewoon als ik er zo over nadenk, zo de BTS trade, het komt niet zo vaak voor, maar als het vaak voorkomt, bij mij persoonlijk gaat die best wel vaak goed. Dus ik ben gewoon super blij dat ik met jullie vanavond kan delen hoe ik er zelf naar kijk. Ik weet, ik ga het een beetje soort van korter uitleggen dan hoe Tyrone BTS uitlegt. Ik ga gewoon uitleggen naar de dingen waar ik op let. Sowieso, ik wil nog even duidelijk maken van wij zijn geen master trader of iets. We hebben best wel veel verstand van traden. We kunnen best wel veel leren aan mensen. Maar blijf vooral ook wel gewoon naar de go-live sessies kijken. En de favorites. Dus dit is een soort van inleiding. Ik ga gewoon in een kort uitleggen wat de BTS inhoudt. En kijk zeker na of hierna of een andere keer. Kijk zeker nog de favorite van Tyrone over BTS. Want die gaat echt alle kleine dingen een soort van uitleggen. Ik ga het gewoon een soort van in grote lijnen uitleggen. Zodat je het gewoon zelf kan toepassen in het traden. En dan laten we beginnen. Dus ik zei het al, BTS is countertrend trading. En eigenlijk is de BTS helemaal niet zo moeilijk. Want het is precies hetzelfde als basic DeLorean. Alleen nu, het is countertrend, het is tegen de trend in. Ik ga een paar voorbeelden laten zien en dan ga je het, als het goed is, ga je het gelijk snappen. Ik zei dus dat hadden we in het tweede deel met de bootcamp toen we het over de IMA's hadden. Zei dus eigenlijk willen we gewoon in een downtrend willen sells nemen en in een uptrend willen buys. En hoe zien we welke trend het is? Als de aqua onder de gray zit, zitten we in een downtrend. Als de aqua boven de gray zit, zitten we in een uptrend. Dus als beginner, als je daar gewoon aan houdt, ga je sowieso al wel prima resultaten kunnen zien. Maar als je daar eenmaal bent, als je al de basics goed onder de knie hebt, je moet ook goed begrijpen, die IMA's, dat zijn lagging indicators. De IMA's lopen altijd een soort van achter. Dus heel vaak ga je zien, de prijs is al aan het reversen voordat de IMA's dat vertellen. En eigenlijk wat een BTS is in principe treed je hem tegen de trend in, want bijvoorbeeld is de aqua nog onder de gray. Maar door te kijken naar wat de prijs doet, kan je eigenlijk al zien van de markt is aan het reverse, is in plaats van in een downtrend omhoog aan het gaan. En aan de hand daarvan kan je al die trade nemen voordat je hem eigenlijk zou kunnen nemen als je kijkt naar alleen de IMA's zelf. Ik ga het gewoon laten zien waar ik naar zoek voor BTS en ik weet zeker dat het dan gewoon veel duidelijker gaat zijn. Dus dit was een voorbeeld, dit was vorige week ergens. Ja, vorige week was dit trade op EURUSD die ik had genomen. En waar ik persoonlijk op let op een BTS, dus eigenlijk wat het allerbelangrijkste is bij een BTS, dus sowieso wil je dus dat je die call krijgt op je DeLorean alert, dus dat het gewoon, dat je dus die bullish of bearish engulfing candle zoekt, dus dat die, in dit geval is het een blauwe candle, dat die de zwarte candle soort van opeet, dat is de eerste stap. En de tweede stap is dat de rode IMA er doorheen gaat. Zeg maar, normaal gezien zou dat sowieso moeten kloppen op de scanner als je daar een signaal van doorkrijgt. Maar eigenlijk het belangrijkste waar ik naar kijk met een BTS is echt dat de IMA goed in een buy echt net eronder en het liefst er gewoon doorheen snijdt. Ik ga geen BTS nemen als de IMA te ver van de candle is. Soms met normale DeLorean zou je nog wel de DeLorean kunnen nemen, ook al is de
IME er best wel ver vanaf. Maar persoonlijk neem ik BTS echt alleen als de IME er echt goed doorheen snijdt. Dus ik zei, ja, normaal willen we alleen sells in een downtrend en buys in een uptrend. In dit geval, al kijken we naar die IME's, zien we dat we in een downtrend zijn. Alleen, wat doet de prijs? Dat had ik ook uitgelegd in de tweede deel van de bootcamp. Als de prijs tussen de IME's gaat, moet je oppassen, want er kan potentieel een shift gebeuren. En met een shift bedoel ik dus dat het van een downtrend naar een uptrend gaat. Dus een BTS, wat het eigenlijk inhoudt, is... met normaal DeLorean willen we dus eigenlijk gewoon de hele tijd sells nemen, terwijl de drie IME's erboven zit, of buys nemen als de drie IME's onder de prijs zit. Maar bij een BTS wat we doen, we wachten totdat de prijs tussen de IME's zit. Dus kijk, normaal zou je hier alleen maar normale DeLoreans, zou je alleen maar sell. Nu, de prijs gaat tussen de IME's. Ik zei dus, ja, als de prijs tussen de IME's zit, pas op, er kan eventueel een shift gebeuren. Dus waar zoeken we dan naar? Dan zoeken we eigenlijk gewoon nog naar een normale DeLorean setup. Precies hetzelfde zoals we hem al kennen, met de V-sub, et cetera. En dan wachten totdat dus de prijs... Ja, hier zie je, de prijs zit in de aqua. Hier gaat hij in de gray. En persoonlijk, Tyrone zegt het ook in zijn favorite... De prijs moet eigenlijk minimaal een anderhalf uur... Ja, in dit geval, als de markt omlaag aan het gaan is... moet hij een anderhalf uur boven de IME zitten. Dus hij zit de hele tijd, als we omlaag aan het gaan zijn... onder de IME. Voor een BTS willen we eigenlijk dat de prijs... minstens een anderhalf uur boven de IME zit. En stel voor dat we in een uptrend zitten... en voor dus een BTS om een sell te nemen, countertrend... willen we eigenlijk dat de prijs minstens een anderhalf uur onder de IME zit. Dus in dit geval, dit was dan euro-USD... wat gebeurt er? De prijs komt op zijn op echt een low en vanaf daar reverse ineens omhoog. Oké, ik zie hier de prijs is steady omhoog aan het gaan. Hij zit nu tussen de IME's, dus ik moet oppassen, er kan een shift gebeuren. Dus sowieso als ik dit zie, ik ga ook geen sells nemen. Als de prijs tussen de IME's zit, pas op, de prijs kan dus shiften. Hier voor de rest worden er nog geen DeLorean plays of iets gecalled. Of zijn nog geen DeLoreans. Je prijs pusht nog meer omhoog. En hier zit de prijs boven de gray. Dus in totaal, ja, kan je even met wat Sam net uitlegde met die meetlat, kan je dus even kijken van hoe lang zit hij nou eigenlijk tussen de IME's. Ja, kan je hier vanaf de aqua kijken tot hier is de DeLorean. Ja, hier zit hij al 15 uur boven de IME's. Dus dat is goed. We willen minstens een anderhalf uur. Dus ja, als je het nog niet zag, hier is dus de DeLorean. Ik zal even... Hier is de DeLorean. Bullish engulfing candle. Dus is the blue bigger than red? Yes. Does the red line cut through both candle bodies? Yes. Is the gray aqua or navy closer below? Or cutting through? Dus met een BTS wil ik echt cutting through. Dus in dit geval, oké, de aqua zit er dicht onder. En de gray die snijdt er doorheen. En dan de vierde vraag is... make sure there's enough room. Dus je moet ervoor zorgen dat niet één van die drie IME's dichterboven zit. En dit deel is eigenlijk cruciaal voor BTS. Waarom? BTS, onze take profit, gaat ook echt daadwerkelijk de volgende IME zijn. Dus eigenlijk een BTS is een... Sam, correct me als ik het verkeerd zeg. Maar volgens mij is een type 2 trade dat we een IME targeten. Oh, een type 1 trade. Ja, ik hou die twee altijd door elkaar. Ja, dus een type 1 trade is dat we de volgende IME targeten. En een BTS is gewoon puur type 1 trade. Het is een normale DeLorean en onze take profit gaat gewoon de volgende IME zijn. Je moet nooit een BTS nemen en dan voorbij de IME dus jouw take profit zetten. Waarom niet? Ik heb dat duidelijk ook uitgelegd in de tweede deel van onze bootcamp. Maar gewoon puur, want de IME's zijn een soort van magneten en springplanken. Dus als de prijs, die wordt daarheen getrokken... Maar die wordt er ook weer van afgeduwd als een soort springplank. Dus hier zag ik als eerste een DeLorean. Dus dit was de eerste die ik zag en die ik ook echt had genomen. Dus hoe je dan jouw take profit, hoe je jouw entry, stoploss en take profit zet, ga ik nu overlopen. Ja, wat Sam dus ook zei, gebruik die long position. Dat gaat je echt gewoon een soort van overzicht geven. En dan kan je ook gelijk zien wat voor risk to reward je hebt met de trade. Dus in dit geval, dit is de DeLorean. Nou, wachten dus op de... Je kan, dat is ook wat ik laatst een beetje met aan het oefenen ben. Je kan bijvoorbeeld kiezen om gelijk te enteren. Bijvoorbeeld met de helft van jouw lot size. Stel voor je mag lot size 0.1 gebruiken. Je kan bijvoorbeeld kiezen om gelijk met 0.5 lot size te enteren.
En dan je andere 0.5 lot size, dat je wacht op een beter entry. Dat heet twin traden. Ik weet vast en zeker, Sam en ik gaan daar sowieso nog duidelijk een keer misschien een sessie over doen. Maar dit is, nog even, dit is gewoon even een snelle tip tussendoor. Je kan er dus voor kiezen om bijvoorbeeld gelijk te enteren met de helft van je lot size. En dan met de andere helft wachten op een betere entry. Dus is ja, de Patrick Push. Sorry? Is die DeLorean is niet die daar rechts van? Ja, ik wou dus zeggen, dit was de eerste die ik had genomen. Ah, okay. Dit was de eerste die ik had genomen. Dus dan ga je hier, ga jouw stop los. Ja, eigenlijk wil je die dus onder de aak hebben hier. En je ziet al heel zuur, de eerste entry die ik had genomen, had mijn stop los gehit. Maar waarom wil ik dat laten zien? Kijk, hierna wordt nog een DeLorean gecalled, nog een BTS. En deze vind ik er eigenlijk ook veel beter uitzien dan deze. En ik had dus, oké, mijn eerste had stop los gehit. Geen probleem voor de rest. Daarna deze kwam, deze DeLorean kwam. Is ook alle stappen kloppen. En deze eigenlijk nog beter. Waarom? De Grey die snijdt er doorheen. En de Aqua zit er nog dichter onder. Dus dat wil ik ook zeggen van, oké, als je een beginner bent, probeer ermee op te letten. Maar als je al wat advanced bent en je kan deze dingen spotten, wees niet bang om een re-entry te nemen. Want heel vaak gaat de setup nog steeds valid zijn. Ook al heeft hij net jouw, ja, hier, het scheelde misschien één pip en uit mijn stoplos schiet. Maakt niet uit. Daarna kwam ik een nieuwe setup tegen. Zorg er nog beter uit zelfs. Dus ik heb gewoon die re-entry genomen. In dit geval, ja, gelijk geënterd. Je had een Patrick Push kunnen nemen, maar zou niet superveel uitmaken qua entry volgens mij. Misschien één pip. Wat doe je? Je stoplos. Ja, net als normale DeLorean. Je zet hem gewoon onder de wick. En zoals Sam zei, je zet hem er een beetje onder. Je is niet echt een duidelijke regel of zo voor. Je moet zelf kijken wat fijn voelt. Zo. En ik zei het net dus al, zet je take profit op de eerstvolgende IMA. Maar ik zei ook, IMA's zijn lagging indicators. Dus heel vaak gaan de IMA's nog zakken, terwijl de prijs eigenlijk omhoog gaat. Dus pas op als je dus hier jouw take profit zet. Probeer hem een beetje onder de IMA te zetten op dat moment zelf. Want je gaat zien, de IMA zakt nog mee, ook al is de prijs wel omhoog aan het bewegen. In ieder geval de Navy, die zakt veel trager dan de andere IMA's. Dus in dit geval zou ik mijn IMA, of mijn take profit, ook op dat 500 level zetten. Ik weet dat Sam daar misschien niet zo superveel naar kijkt. Ik persoonlijk kijk nog wel eigenlijk naar die institutionele levels van, ja, dat is dus alles wat eindigt op 000, 200, 500 en 800. Als het goed is, heb je dit in de basics wel geleerd wat het precies inhoudt. Dus hier zou ik dan mijn take profit zetten op dat 1.21 500 level. Ja. En wat zie je? Uiteindelijk, het duurde wel even, maar TP is gehit. En dit wil ik ook laten zien. Hij gaat wel een beetje voorbij de Navy en dan dropt hij weer gelijk een stuk of, ja, wat zou het zijn, 80 pips of zo. 80, ja, zoiets. Dus dan dropt hij gelijk weer 80 pips. Dus daarom wil ik laten zien van, je take profit, zet die gewoon op die IMA. Ga niet greedy zijn en er een stuk boven IMD. Oké, in dit geval ging die er misschien nog wel 10 pips boven, maar die 10 pips, daar kijken we niet naar. We willen gewoon voor die eerste, ja, 30, 40 pips gaan, die willen we securen. Gewoon die pips waarvan we zeker zijn dat die komen en alles wat daarna komt, kijken we niet eens meer naar. Dus ik weet, ik ben er misschien een beetje snel overheen gegaan, maar is tot nu toe duidelijk voor iedereen. Als je vragen hebt, drop ze gewoon in de chat. Ik hou de chat wel in de gaten. Bij BTS ook, ik wil even aan toevoegen. Het is een countertrend move en we willen zoveel mogelijk met de trend meetreden. Dus bij BTS nooit, zeg maar, nooit bang zijn om te vroeg te closen. Omdat als het countertrend is, kan het heel vaak zijn dat de grote move maakt, supersnel, dat hij ook gewoon snel weer helemaal terug naar je entry of zelfs je stoploss gaat. Dus een BTS ga ik zelfs vaak heel redelijk snel break-even zetten. Yes. Persoonlijk. Ja. Ik zie in de chat, kan je ook gewoon countertrend traden in Hyperdrive? Sowieso, Hyperdrive is denk ik voor de mensen die dit laten kijken, weet ze nog niet wat Hyperdrive is. Ik zal nog wel gewoon even snel kort antwoord geven. Met Hyperdrive kan je ook gewoon BTS traden, maar sowieso met Hyperdrive let op, want de 5 minuten chart, de IMA's staan heel anders dan op de 15 minuten chart, op de 15 minuten en de 30 minuten. Dus als je Hyperdrive treedt, je kan wel BTS en countertrend traden, maar kijk sowieso altijd nog even naar die timeframe hoger, want dan weet je zeker hoe de prijs zit ten opzichte van de IMA's. Maar dat is even kort over Hyperdrive dan. Sorry, Ruben, als ik anders even gewoon mijn scherm deel, heel kort iets doen en dan kan je een, ja, zeker, US 30 doen. Bij
Wat het grappige is, is dat heel vaak als de markt gaat keren van trend, in de eerste plaats ga je... dat is een goede vraag, Jeroen. In de eerste plaats ga je vaak een BTS zien, meestal zelfs. En in de tweede plaats ga je vaak ook meerdere BTS'en zien. En dat is wel even wat tonen. Volgens mij heeft zelfs Ruben dit niet doorgehad, maar ik zat er even te volgen terwijl hij deze fantastische uitleg gaf. Want ik heb zelfs bijgeleerd. Kan ook nog. Maar like hier zie je, die eerste DeLorean. Ik heb persoonlijk wel graag dat... dus we willen dat die 1,5 uur... Maar eigenlijk 6 candles. Maar Tyrone zei dat gewoon heel simpel in zijn favorites. 1,5 uur, want 6 candles op de 15 minuten timeframe is 1,5 uur. 1,5 uur. Maar je kan ook BTS perfect reden op de 5 minuten chart. Dan is het 5 x 6, is het 1,5 uur, 30 minuten. Treed je BTS, kan ook op de 1 uur, letterlijk kan op 4 uur of daily. Treed je op de daily, dan moet hij 6 dagen, 6 candles boven de aqua zijn. Dan moet hij eigenlijk een pullback maken naar de aqua. Dan bouncen van de aqua. Dus eigenlijk moet gewoon wiks de aqua hebben geraakt en geschoten hebben. Maar eigenlijk, als je heel goed oplet, zie je hier, hij gaat, dus hij is onder de aqua. We weten, downtrend onder de aqua. Hij gaat hier boven de aqua. Hier gaat hij wel even door vlug onder. Hij wil gewoon dat hij 6 candles minstens boven de aqua sluit. Dus dat is hier 1, 2, 3, 4. Je kunt het met die measure tool kunt het berekenen. Wat is het? 5 uur. Ja, 22 candles. En wat zie je hier? Er was hier al een BTS gecalled. Veel eerder. Dus je had een BTS hier al. Neem je die even in een buy. Dus vlug misschien de stap overlopen. Is de groene candle groter dan de rode? Check. Gaat de rode lijn door beide candles? Check. Is de aqua gray of navy er vlak onder? Check. En is er niks in de weg? Nope. Dus dan kan je die gewoon nemen. Zet je stoploss gewoon onder die candles. Hier, in dit geval, zou dan... Wacht even. Mijn computer is weer heel luid aan het zijn. Zet je je take profit 1, zet je altijd op de gray EMA. Maar je kan het ook letterlijk doornemen. Dus bij BTS, ik zei van, je wilt die snelle pushes. Dus dan zou je hier, ik zou persoonlijk 60, zelfs misschien 70% van mijn trade zou ik exiten. En die laatste 30% zou ik laten runnen tot mijn navy. En de navy, dan zou het een 1 op 20 bijna zijn geweest. En dan zou ik gewoon wachten van... Oké, deze zouden we natuurlijk niet genomen hebben. Waarom? Deze was om middernacht 30. We treden dan niet de Lorien, maar we wouden gewoon even stonen. Maar dan hier, om 8:30 ochtends zijn we wel op de chart. Normaal gezien toch. En dan zie je hier gewoon een DeLorean push naar boven. Maakt een pullback, bijna een DeLorean weer al gecalled. Hier. Dus je ziet heel veel DeLoreans opnieuw en opnieuw komen. Hier waarschijnlijk op de 5 minuten gaan er ook veel DeLoreans gecalled zijn geweest. Maar zo zie je van een trend reversal. Dankzij de DeLorean-strategie kunnen wij dat eigenlijk kind of voorspellen. Daarom dat heel veel mensen, of heel veel, dat ik weet dat bij smart money, dat ze vaak zeggen van, hey, DeLorean heeft vaak wel iets weg van smart money. Dat op die manier kan je via de DeLorean reversal herkennen. Ja, ik kan nog een paar andere voorbeelden die ik ook wel wil laten zien. En sowieso, ik wil ook duidelijk maken met BTS, waar ik persoonlijk altijd veel op let. Iedereen kan mijn scherm zien, toch? Yes. Waar ik persoonlijk op let. Ik wil echt gewoon, bijvoorbeeld als we in een downtrend zijn en ik zie een BTS voor een buy, ik wil echt gewoon zien dat ik dus van die higher lows maak. Ik wil niet een BTS nemen waarmee ik, dus bijvoorbeeld... Dat er higher lows komen en dan weer opnieuw een lower low bijvoorbeeld, dat de prijs opnieuw hier is. Dat geeft mij een indicatie van, dat de prijs weer verder kan zakken. Dus hier zie ik echt van, oké, de prijs is sloom, maar steady is gewoon weer omhoog aan het klimmen. Dus dat is voor mij gewoon een extra confirmatie om te weten dat die BTS goed zou gaan. Ik weet, dat is heel snel uitgelegd over market structure. Rico had daar sowieso ook nog een goede video van over market structure. Maar dat is gewoon iets waar ik persoonlijk naar kijk en het is al een beetje advanced. Als beginner of als BTS helemaal nieuw voor je is, hoef je daar nog niet gelijk naar te kijken. Maar dit is gewoon een advanced tip waar ik persoonlijk de laatste tijd veel naar kijk. Is echt gewoon de candles bekijken. Van oké, zijn de candles ook daadwerkelijk wel terug omhoog aan het gaan? In plaats van dat het gewoon een kleine push omhoog is en dan weer dat hij een nieuwe low maakt. Dus ja, dit was dan een voorbeeld EURUSD. Even kijken, ik had nog 2 andere voorbeelden die er wel die ik wel wou delen met jullie.
Oh ja, hier. Dus hier ook. Ah, dit is ook een goed voorbeeld wat ik bedoel met kijk ook de market structure. Dus ik zal eerst laten zien. Hier was de BTS gecalled. Wacht. Of de DeLorean. Deze twee candles. En dit bedoel ik zeg maar echt van kijk ook naar de market structure. Dus hier zien we echt een duidelijke high. Dan weer een low. Lower high. Lower low. Lower high. Lower low. Lower high. Lower low. Zeg maar op die manier. Dat je ook echt ziet dat de markt zelf omlaag aan het bewegen is. En dat vind ik echt belangrijk bij BTS. Dat je echt wel die confirmatie hebt van oké, we zijn wel echt in een downtrend aan het gaan. Maar persoonlijk hier. Ik weet volgens mij is de Aqua. Snijdt die net door één candle heen. Klopt. Maar dan alsnog. Persoonlijk vind ik dit er echt super clean uitzien als countertrend trade. Want je ziet gewoon echt hoe de markt aan het shift is omlaag. Deze trade zou ik 100% genomen hebben. Wat doe je hier? Hier zie je de DeLorean. Ja, stel voor dat een entry ongeveer ja, op de gele IMA. Je zet weer je stoploss boven de wix. Als je echt een veilige stoploss zou willen hebben, zou je hem bijvoorbeeld hierboven kunnen zetten. Boven deze candles ook. Moet je zelf maar backtesten en uitproberen wat het best voor jou werkt. TP, hiermee. Ja, steady 3.7 is geworden. Dus dit is ook even een snel voorbeeld. Ik hoop dat het ook duidelijk is voor jullie. Die is al redelijk advanced, misschien goed om te zeggen. Ik weet niet wat jij denkt, Ruben, maar... Deze trade? Ja, het is al niet meer zeg maar een clean BTS, maar je ziet wel duidelijk inderdaad aan market structure. Inderdaad. Dat is goed om bij te zeggen. Het is niet even clean als die vorige. Maar even kijken. Ik had hier nog een voorbeeld. Dus ik even uitzoomen. Hier had ik er ook één. Dus hier, dat is ook wat Sam zei. Heel vaak gaan er meerdere BTS achter elkaar komen. Ik weet niet hoeveel keer je nu zie. Ik zie hier één DeLorean. Ik zie hier eentje. Ik zie hier eentje. Oh, dat is niet zo goed getekend. Dus dit is ook wat Sam net bij EuroUSD erover had. Heel vaak ga je er meer achter elkaar zien. Even kijken. Ja, deze zou dan net stoploss gehit hebben, want die zou hierboven hebben. Maar dit is ook in de nacht, zie ik nu. Dus deze zou je sowieso niet traden. Ah, deze zou je sowieso allemaal niet traden. Maar het is wel een mooi voorbeeld om te laten zien wat dus die BTS inhoudt. Doe je hier weer jouw entry gewoon of meteen of op de gele IMA. Stoploss, ja, kan je boven de wix doen of hierboven. Als je hem helemaal hierboven zou zetten. TP dus volgende IMA. Je zou hem hier niet helemaal hierboven kunnen zetten. Waarom niet? Dan heb je dus niet die goede risk-reward. Of als je hem wel veilig wilt zetten, jouw stoploss, dan zou je de trade niet kunnen nemen, omdat je dus geen goede risk-reward hebt. Maar alsnog, deze trade ook gewoon mooie 3.6 risk-reward en gewoon steady. Ik weet, ik ben misschien een beetje snel hier overheen gegaan, maar het is ook niet zo super moeilijk. Het is gewoon precies hetzelfde als basic DeLorean, de vier stappen. Alleen het is risk countertrend. Is het voor iedereen duidelijk? Drop in de chat als het duidelijk is. Is het goed dan? Zou ik nog één voorbeeld doen, die van vandaag, Ruben? Wat zei je? Is het goed als ik nog één voorbeeld doe? Yes, ja, sowieso. Ik weet, we zijn hier al bijna een uur diep. En de meeste mensen zijn hier nog aan het doorstrijden met ons. Dank om jullie donderdagavond met ons door te brengen. Vind ik altijd wel leuk. Nu klink ik zo mega eenzaam. wacht, even denken. GPAD... Dus vandaag, als je op Tyrone's sessie was, dat was een van de mooiste BTS's die ik al een lange tijd gezien had. Dat was gewoon op Hyperdrive. Dus ik denk dat Jeroen was iets vroeg van, ja, ik had het op Hyperdrive. Dit kan perfect op Hyperdrive. Dit is een van de mooiste voorbeelden die ik ga vinden. Waarom? Je ziet hier, we zijn duidelijk in een downtrend. Als de IMA boven de prijs is, zitten we in een downtrend. Zeker in deze volgorde, Navy, Gray, Aqua, en dan de prijs. En de prijs is dit. De prijs eronder. Dat is duidelijk een downtrend. Wat zien we dan? Hij probeert
te shiften in een uptrend. Als we het hebben over shift, kan je het hebben over shift van de EMA's. Maar bedoel je shift bedoel van, hij wil veranderen van trend. Het lukt hem niet. Hij keert weer naar beneden. Hij probeert toch wel. En dan hier, dit is waar de magic happens. Hij gaat 1 candle erboven closed hij. 2e candle. 3e candle. 4e candle. 5e candle. En dan 6e candle is al de eerste candle van de DeLorean. Er wordt gewoon een DeLorean met de 2 weken hiervan. De 2 weken rakende aqua. Dat is echt wel een voorwaarde voor een BTS. Dat hij zeg maar die pullback maakt naar de aqua. Dan vond hij hier een DeLorean. Zet je hier je entry. Stoploss zet je gewoon onder de candles. Kan zelfs een beetje gul zijn. Take profit 1. Telkens de gray EMA. Ik ga hier even weg proberen doen. Take profit 1, telkens de gray EMA. En dan, ja, ik moet er niet veel woorden naar vuil maken, maar je ziet, take profit 2 is gewoon de navy. Een 1 op 9 risk to reward. Ik ben hem gewoon hier ergens geëxit, omdat ik vond dit ietsje te veel impulsieve move. Maar als je hem gewoon genomen tot de navy, had je ja, 9,35% gemaakt op je account. Dat is letterlijk wat je op een jaar in de aandelenmarkt maakt, heb je hier gewoon in, hoeveel? 20 minuten gemaakt. Dat is gewoon insane. Maar natuurlijk, ja, we moeten wel eerlijk zijn, dit is gewoon door het nieuws dat op GBP was vandaag. Als je Forex Factory hebt gekeken, zag je dat het nieuws was om 1 uur. En hier zie je precies om 1 uur stipt, heeft hij die move gemaakt. Maar ja, en kijk, de markt is gewoon verder gegaan. Ik zou hem uiteraard hier niet genomen hebben tot zover. Als je een BTS neemt, is grey is je TP1, navy is je TP2. Ja, je kan altijd 10% of zo nog laten runnen. Dan heb je gewoon 1 op 20, maar dat is gewoon heel riskant. En dan, omdat ik nu bij dacht, bij Hyperdrive, heb je nog een allerlaatste voorbeeld dat we afsluiten. Was op US 30, had ik gezien in de DeLorean Facebookgroep. Moet eens checken of dat hier was of eerder. Hier kijk. Onder de aqua, prijs dus onder de aqua. Downtrend, downtrend, downtrend. Prijs gaat boven de aqua. Hij is er, ja, voor... Hoe lang? 14 candles is hij boven de aqua. Hij maakt een pullback naar de aqua. De wick tikt er vanaf. Tikt letterlijk van de aqua af. Vormt een prachtige DeLorean. Enter hier, stoploss eronder. Take profit 1 is de gray EMA. Take profit 2 is gewoon de navy. Oh, die is een beetje heel hoog genomen. Take profit 2 is gewoon de navy. Dan heb je gewoon een mooie 1 op 8. Ja, deze heb ik natuurlijk ook weer niet genomen. Was om 3:45 s'nachts. Hyperdrive kan je wel 24 op 5 treden, zeggen ze. Dus als je een nachtuil bent, kan je die nog genomen hebben. Voilà, ik denk dat we... Zijn er nog wat dingen in de chat? Nee, yes. Zijn er vragen anders nog? Als het goed is, Ruben heeft het super goed uitgelegd. BTS. dat is laat ik bij. Nice. Het is goed dat je het opbrengt. Dus ik gebruik Flux. Dus ik ga het even in de chat zetten. F.lux. Is echt een goede app. Is gratis op Mac en Windows, denk ik ook. Dat maakt mijn scherm ook geliger. S'avonds. Als ik s'avonds nog op mijn laptop zit, gaat hij zo geleidelijk aan zo heel geel worden. Ja, zeker een aanrader, want als je ja, echt trader, ik zit ook veel uren achter mijn scherm en het kan niet goed voor je ogen zijn als je de hele tijd met die felle helderheid zit. Dus die Flux is echt een aanrader. Lekker gewoon dat die wat warmere kleur is, fijner voor je ogen. Dus. Hey, en zeg me ook van, opstaan binnen 6:30, dan ben ik ook van, ik zou beter naar bed gaan. Dus dat is ook wel handig. Ja, Night Shift op Mac heb je ook. Ja, ik vind het nice. We gaan niet diep ingaan op Flux, maar ja. Oh, is hier. Ja. Is ook gewoon nice, maar Flux kan je ook een beetje zelf instellen zoals jij het wilt. Maar ik dacht dat het een trainingssessie was. Wat is daarmee gebeurd? Alright. Thanks iedereen dat jullie er weer bij waren. Ik vond het echt weer leuk om te doen. Ik hoop dat iedereen er gewoon volgende week weer bij is. En dan gaan we er gewoon weer voor zorgen om zoveel mogelijk value met jullie te delen. Fijne avond nog iedereen. Ciao, ciao. Yes, ciao, ciao, toppers. Yeah.